Goedemorgen gemeente en gasten. We heten u en jou en ook degene die nu later deze dienst met ons meebeleven, van harte welkom. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is 1 Petrus 2 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 3 vers 12. En het thema van de preek is christelijk leven. Aanwijzing voor vreemdelingen, leef, puntje, puntje, puntje. Dan nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Huwelijksafkondiging. Vrijdag 15 september hopen Dominique Esther, schoolweg 38 te Overberg, en Wieke Oosterbrink, Paulus Potterlaan 13 te Scherpenzeel te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 13:30 in onze Pneelkerk. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Dan het startweekend voor volgende week. Komende zaterdag 9 september vindt de start van ons verenigingsseizoen plaats. Op de zondagsbrief van 20 augustus kunt u hierover nadere informatie vinden. U en jij kunnen zich nog opgeven voor de diverse activiteiten. Voor de afsluitende barbecue kan dat tot uiterlijk morgenmiddag 12 uur. We nodigen u bij deze alle van harte uit om deze startzaterdag aanwezig te zijn. In verband met de start zondag van volgende week is het koffiedrinken na de dienst van vanochtend verplaatst naar volgende week zondagmorgen. Dan nog een berichtje wat niet op de zondagsbrief staat voor de bezorgers van de pneelcontact. Deze kunnen komende donderdag 7 september worden opgehaald. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Dan de collecte. Op deze diaconale zondag is de fysieke collecte in de dienst bestemd voor de herberg in Oosterbeek. Als diaconie ondersteunen wij financieel dit pastoraal diaconaal centrum. Zij bieden de mensen die tot rust willen komen een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding. Ook een aantal van onze gemeenteleden hebben hier in het recente verleden met zegen een periode mogen verblijven. En deze collecte bevelen we van harte bij u aan. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze graag overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu twee psalmversen zingen die de kinderen de afgelopen week op school hebben geleerd. En dat zijn uit psalm 93, de versen 2 en 3. En namens de kerkenraad wensen we u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42, daarvan het zesde en het zevende vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom Heer, vergeet ge mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwingelandij. Wij zullen vanmiddag verder gaan met de serie preken vanuit de eerste Petrusbrief. En die brief is gericht, zo zullen we dat ook vanmorgen horen, aan christenen die het moeilijk hebben. Ze worden verdrukt en niet begrepen in de omgeving waarin ze leven. Met het oog daarop zingen wij deze verzen uit Psalm 42, vers 6 en 7.
Het zal vanmorgen ook gaan over onze levenswandel in zo'n omgeving als christen. Wat vraagt de Heere dan van ons? En wij ontvangen de 10 geboden ook vanmorgen als een richtsnoer van wat Gods wil is dat wij zullen doen en laten. We willen antwoorden met Psalm 17 en daarvan het derde vers mogen we dan ook belijdend zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God.
Gemeente, laten wij danken en bidden. Wij willen in onze dankzegging ook in het bijzonder denken aan onze broeder Hans Nap van de Veenendaalse Straatweg 27A in de Klomp. Hij is deze week thuisgekomen uit het ziekenhuis en mag thuis verder aansterken en herstellen. Wij bidden ook voor onze meelevende broeder Peter Bremer. Afgelopen week heeft hij een heupoperatie ondergaan en deze is voorspoedig verlopen en hij mag thuis herstellen. In onze dankzegging denken we ook aan Bente Averink, Marshallstraat 5 in Zetten. Ze is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis nadat ze vorige week zaterdag plotseling moest opgenomen worden met hoge koorts. Er was vrees dat het te maken zou hebben met hersenvliesontsteking. Maar het bleek te gaan om een virusinfectie en inmiddels herstelt ze daar verder van. Laten wij danken en bidden. Heren, we komen tot u in ons gebed. Nu we als gemeente vanmorgen weer zijn samengekomen. Heren, we heiligen deze dag. We hebben het zojuist gehoord dat u dat heeft gegeven als een gebod. En dat is maar niet om het ons moeilijk te maken. Die geboden gaf u aan uw volk Israël en geeft u ook aan ons. Omdat zo het leven werkelijk goed is. Omdat in het volgen van uw geboden grote loon ligt. Rijke zegen. En Heere, geef dat we daar ook iets van mogen ervaren op deze zondag. Wanneer we zijn samengekomen in uw huis. Wanneer we als gemeente elkaar mogen ontmoeten. En wanneer we ook u mogen ontmoeten zoals u vanmorgen naar ons toekomt in uw woord. Heren, we mogen vanmorgen stil worden. Onze ziel tot stilte brengen. En dat is lang niet altijd eenvoudig. U weet wat er allemaal in ons juist om kan gaan. De drukte van de afgelopen week. Het vooruitzicht van een week die gaat volgen. We kunnen zorgen hebben. We kunnen moeite hebben in het leven. Er kan zoveel in ons omgaan. Maar Heere, wilt u geven dat we die stilte vinden vanmorgen? Om met onze ziel bezig te zijn. En wat u tot ons en ieder van ons hier in de kerk en ook thuis zegt. Heere, wilt u daartoe alles geven wat nodig is? Wilt u genadig ons verlossen van wat in de weg staat om te luisteren naar uw stem. Wilt u er ook voor zorgen, Heren, dat we ons kunnen concentreren? Wilt u ook woorden geven om te spreken, als uw dienaar uw woord mag verkondigen vanmorgen? En Heren, laat deze hele dienst zo mogen zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam, drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heere, als u tot ons spreekt, dan heeft dat ook betekenis. Geef dat we datgene wat we vanmorgen mogen horen vanuit uw woord ook mogen meedragen in ons hart en mogen bewaren in ons hart. Om daaruit te leven, ook in de praktijk van ons dagelijks bestaan. Heere, wij willen u bidden voor uw kerk wereldwijd. Op vele plaatsen komt ze vandaag samen. In het groot en in het klein. Op plaatsen waar uw woord rijk gezaaid kan worden en daar alle vrijheid toe is, maar ook op plaatsen waar dat niet zo kan en waar christenen in het verborgene elkaar opzoeken. Heere, wilt u deze dag tot een rijke dag voor uw koninkrijk maken? Dat velen u zullen vinden. Voor het eerst en weer opnieuw. En dat de lof op uw naam in alle talen zal worden aangeheven. En dat zo de lofzang gaande gehouden wordt in deze 24 uur van de zondag. Van oost tot west, noord en zuid. En Heere, wij danken u
dat we mogen weten, juist ook in deze tijd waarin informatie ons makkelijk bereiken kan, dat uw woord zijn loop heeft en dat uw kerk ook groeit, elke dag weer opnieuw. Heren, misschien dat we dat zelf anders ervaren, maar in deze wereld bouwt u uw koninkrijk en breidt u het dagelijks uit. Heren, wij bidden u, wilt u dan ook het werk van uw handen voortgang doen vinden en laat dat ook hier in Nederland en in Veenendaal en in de plaatsen waar we wonen zo mogen zijn. Heren, zegent u ook de andere kerken hier in Veenendaal. Kerken waarmee we ons ook verbonden weten. En wilt u ook daar uw woord spreken en dat uw woord ook krachtig mag zijn tot geloof en bekering. Heren, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven aan al degenen die een taak in en rondom deze dienst hebben. We bidden u voor de organist, de koster, voor degenen die straks op de Kinderen in de Parel zullen passen en het verhaal zullen vertellen en zullen meenemen in de verwerking daarvan. Wij bidden u voor degenen die op de kinderen passen. Heren, zo wacht alles op uw zegen. Wilt u die aan ons geven? Heren, wij mogen ook danken dat broeder Hans Knap thuis kwam uit het ziekenhuis. Hij heeft een ingrijpende operatie daar ondergaan en u heeft alles goed gemaakt. En hij mag nu verder thuis herstellen en wij bidden nu, Heren, of u hem alles wil geven wat nodig is daarbij. Boven alles, Heren, dat hij mag ervaren, zoals dat er ook was. Dat hij blijvend mag ervaren, dat u zijn herder bent die hem leidt. Dat hij op u mag vertrouwen. Heer, u heeft vele gebeden verhoord, die er ook rondom zijn operatie zijn opgezonden. En wij danken u daarvoor dat u dat hebt willen doen. Weest u hem ook samen met zijn vrouw verder nabij. Heer, wij bidden u voor onze meelevende broeder Peter Bremer. Wij danken u, Heer, dat de heupoperatie die hij heeft ondergaan goed is verlopen en hij nu thuis mag zijn om daar verder te revalideren. Heren, weest u hem nabij, geeft u hem nieuwe krachten. En wilt u geven dat hij over enige tijd ook weer in de gelegenheid is om de diensten hier bij ons te bezoeken. Heren, wij bidden u voor Bente Averink. We danken u dat ze weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis nadat er even zoveel zorgen waren. Heren, wilt u haar verder herstel geven en we danken u dat Geerten en Hanneke ook weer gerust zijn gesteld deze week. Heren, wilt u hen alles geven wat nodig is om voor Bente te zorgen en haar op te voeden en groot te brengen. Heren, in alle zorgen die er ook blijvend zijn. We willen u bidden, Heren, voor het werk dat gebeuren mag in de herberg, voor de vrijwilligers, degenen die daar ook naartoe gaan. Wij danken u, Heren, voor deze instelling waarvoor we vanmorgen ook onze gaven mogen offeren. Wilt u het tot zegen laten zijn voor vele mensen die een tijdelijke schuilplaats, een herberg nodig hebben. Heren, wij bidden u of u al datgene wat gebeuren mag, de pastorale en de diaconale zorg, wil zegenen. En dat het tot de bestemming mag komen. Heren, wees u zo met ons allen. U kent ons. U weet, Heren, als we zorgen en moeite en verdriet kennen in ons leven, of juist ook dankbaarheid en blijdschap, geef dat we in alles voor u en voor uw troon mogen komen met datgene wat in ons leeft. En dat we zo onze harten mogen richten, ook vanmorgen, onder de bediening van uw woord, tot u in de hemel, Heer Jezus. U die daar leeft en regeert tot in eeuwigheid. Zo bidden wij u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens een wandeling gemaakt. Toen ik zo oud was als jullie, toen gebeurde het nog wel eens bij ons thuis dat mijn vader tegen me zei, zullen we een wandeling maken? En vaak zei ik dan ja, ik ga mee, vond ik leuk.
Nou, zei mijn vader, trek dan je schoenen maar aan. En dan ging ik naar de schoenenkast en daar pakte ik dan de schoenen waar ik het beste lang op kon lopen. Want dat is natuurlijk belangrijk, jongens en meisjes. Als je gaat wandelen, dat je dan de goede schoenen aan hebt. Stel je voor dat je in de bergen gaat wandelen en je hebt je slippers aan. Zou dat goed gaan, denken jullie? Ik denk het niet, hè? Want slippers, daar heb je je blote voeten in. En wat gebeurt er als je over de rotsen gaat klauteren? Nou, dan haal je zomaar je tenen open en je voeten open. Dat met slippers kun je niet in de bergen lopen. Daar heb je zulke schoenen voor nodig. Die je hier op de beamer ziet. Dat zijn echt bergschoenen. Zie je hoe stevig ze zijn? Ze zijn ook hoog, zodat ook je enkels stevig zijn. Op zulke schoenen kun je goed in de bergen een wandeling maken. Maar ja, als je naar het strand gaat, dan denk ik niet dat je deze schoenen aandoet. Of wel? Dat is een beetje warm, hè? En in het zand is dat misschien juist ook wel weer lastig. Als het zonnig weer is en het zand is helemaal zacht, helemaal mul, dan zakken daar die zware schoenen meteen in weg. Op het strand heb je natuurlijk die slippers nodig. Of misschien wel gewoon je blote voeten. Voor elke wandeling zijn de juiste schoenen nodig. Nou, jongens en meisjes, in het stukje dat we gaan lezen in de Bijbel gaat het over onze levenswandel. Zo staat dat in de Bijbel. Dat betekent de manier waarop wij door het leven wandelen. En zegt de Bijbel, zegt de Heere God vanmorgen tegen ons, daar heb je ook de goede schoenen voor nodig. Hoe je leeft, wat je doet, of juist ook niet doet, daar horen bepaalde aanwijzingen bij om christelijk te leven. Wat is dat dan? Nou, Petrus die zegt 3 dingen. En in de preek gaan we daar meer over horen. Leef met ontzag voor de Heere God en voor de mensen om je heen. Het tweede, denk veel aan de Heere God. Wees met hem bezig. En ten derde, doe wat goed is. Niet wat kwaad is, wat verkeerd is, maar wat goed is. We krijgen dus eigenlijk speciale wandelschoenen. Hoe je leven moet. Hoe je levenswandel moet zijn. Gemeente, wij lezen 1 Petrus 2. We vervolgen daarmee de serie preken. De zomer zit daartussen. Nu pakken we de draad weer op. 1 Petrus 2 vanaf vers 13 tot hoofdstuk 3 vers 12. En daarna zingen we uit Psalm 86 het 4e en het 6e vers. In 1 Petrus 2 vanaf vers 13 lezen we: onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij werd uitgescholden niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt.
die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. En dan komt het gedeelte waar we ook bij stil zullen staan in de preek, vers 1 tot en met 6 van 1 Petrus 3. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, ze door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat ze uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgename van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
Als antwoord op de preek zingen we uit Psalm 34, het vierde, vijfde en het zesde vers. Psalm 34, 4, 5 en 6. En zoals gezegd, luisteren we naar 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 6. En het thema voor de preek is christelijk leven, aanwijzingen voor vreemdelingen. Wat zijn die aanwijzingen dan? Leef ontzaglijk, hartelijk en weldadig. En ik zeg u alvast dat ik eerst wat meer inleiding nodig heb en dan tot deze drie punten ga komen. Dus schrikt u niet als het eerste punt wat lang is en dat u denkt, nou, we zitten hier nog even. Christelijk leven, aanwijzingen voor vreemdelingen, leef ontzaglijk, hartelijk en weldadig. Gemeente, afgelopen week stond de Finse politica Päivi Räsänen opnieuw voor de rechter. Dat was vorig jaar ook wel het geval. Räsänen is christen en parlementslid in het Finse parlement. En in 2019 postte ze op Facebook en Twitter een berichtje naar aanleiding van de steun die de kerk waartoe zij behoort in haar land, de Evangelisch-Lutherse Kerk, had uitgesproken voor de Gay Pride die gehouden zou worden. En Räsänen die verstuurde toen een berichtje met alleen maar een bijbeltekst. Romeinen 1 vers 24 tot en met 27. Daar worden homoseksuele daden, homoseksuele levenspraktijk schandelijk genoemd. En vorig jaar moest ze zich daarover verantwoorden voor de rechtbank. Toen liep dat goed voor haar af. Ze werd vrijgesproken van alle aanklachten. Maar nu staat ze terecht in hoger beroep, want de Finse aanklager die vindt de door Räsänen verstuurde bijbeltekst aanstootgevend en beledigend en minachtend en vernederend. En een brochure van een predikant waarin een homoseksuele levenswijze en praktijk zondig wordt genoemd, die ligt daarbij ook onder vuur. Want het kan niet zo zijn, zo zei de aanklager afgelopen week in zijn betoog voor de rechtbank, het kan niet zo zijn dat je de Bijbel boven de Finse wet plaatst. Dit gebeurt in Finland. Zou dat ook bij ons kunnen gebeuren? Nou ja, misschien gebeurt het al wel een beetje. Christelijke en reformatorische scholen, zowel in het basisonderwijs als ook in het middelbaar onderwijs, die hebben een schoolprofiel. En daar staan hun uitgangspunten in geformuleerd en heel wat scholen hebben daarbij het volgende zinnetje opgeschreven. Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw en krijgt in het licht hiervan een plaats. Daar staat dus niet meer en ook niet minder dan dat een school uitgaat van het huwelijk als een verbintenis tussen één man en één vrouw, omdat de Bijbel dat aangeeft. En in het onderwijs geldt dat dan als uitgangspunt. En toen dit vorig jaar door een onderzoeksprogramma, televisieprogramma, aan het licht werd gebracht, toen reageerde de onderwijsinspectie dat ze extra gaan controleren op deze scholen, omdat hen dit verontrust. En dat er ook extra sancties, straffen zullen volgen als er misstanden worden geconstateerd. Een Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit, en dat seksualiteit iets is wat bedoeld is voor het huwelijk en dat het gegeven is binnen het huwelijk en voor het ontvangen van kinderen, weet je, dat is bij voorbaat verdacht. En op de achtergrond speelt dan mee, waar je zomaar mee te maken kunt krijgen, ook vandaag op je werk. Ik hoorde van iemand die een kantoorbaan had bij een groot bedrijf en op een dag kwam die op zijn werk en toen wapperden er regenboogvlaggen op het terrein. Er is van tevoren geen gesprek over geweest. Het was er gewoon opeens. En ook hij werd dus kennelijk geacht op die wijze te denken over seksuele diversiteit, over homoseksualiteit, over je seksuele identiteit als man, als vrouw, en ga zo maar door. Stilzwijgend werd er van uitgegaan
dat iedereen daar wel achter staat of in ieder geval achter moet staan. En ja, wat zeg je dan bij de koffieautomaat? Als het daar dan over gaat, heb je de vlaggen gezien? Voel je je vrij op zo'n moment om te zeggen dat je er anders over denkt? Kan een school zich nog vrij voelen om het voluit op te nemen voor het Bijbels huwelijk en voor een Bijbelse visie op seksualiteit? Een leerkracht voor de klas, als student op de universiteit, te midden van je medestudenten. Voel je je werkelijk vrij om de Bijbel en Bijbelse normen en waarden, wat het ook maar is, als je uitgangspunt te nemen? Dat is Nederland. Dat liberale, dat vrije land wat we zijn. Maar hoe vrij zijn we eigenlijk? En is dit niet een ontwikkeling die alleen maar verder zal gaan? En waar loopt dat op uit? Controle en sancties. Gaat dat zich uitbreiden? Naar bedrijven, naar instellingen, naar kerken? Natuurlijk, je kunt het relativeren. Je kunt zeggen, ach, dat zal allemaal wel meevallen. Dat zal zo'n vaart niet lopen. Maar dat zeggen we toch vaak bij ontwikkelingen in de geschiedenis. Dat zeiden we bijvoorbeeld ook voordat Rusland-Oekraïne binnenviel. Of in februari 2020, toen er zo'n virus was. Het zal toch wel meevallen. En in maart zat alles dicht. Gemeente Almere, komen we denk ik als christenen in Nederland in diezelfde situatie als waar ook de christenen, de lezers van Petrus' brief, zich in bevinden. Petrus die schrijft die brief vanuit Rome, vermoedelijk zo rond het jaar 63, de tijd dat keizer Nero aan de macht is. Hij heeft geregeerd tot 68 na Christus. En in de laatste jaren van zijn regeerperiode, dan vervolgt hij de christenen openlijk. Dat zijn die jaren van die vreselijke verhalen over tuinfeesten met fakkels waar christenen worden verbrand. Afschuwelijk. Nou, in 63 na Christus is dat nog niet zo, zo hevig niet, maar in het Romeinse Rijk is het wel steeds moeilijker om christen te zijn. Christenen moeten zich steeds vaker verantwoorden voor de keuzes die ze maken. Het christendom wordt ook wat bekender door de tijd heen. En dat brengt juist die christenen ook weer in een uitzonderingspositie. Het wordt steeds lastiger voor ze om uit te leggen waarom ze bepaalde dingen vinden. Waarom ze bepaalde dingen wel of juist ook niet doen. En ze worden er ook niet in begrepen door hun omgeving. De heersende meerderheid, die vindt dat maar raar allemaal. En die is er op een gegeven moment misschien ook wel klaar mee. Kent u het? Ook vandaag worden wij als christenen steeds vaker ter verantwoording geroepen. Waarom heb je die opvattingen? En als je dan een Bijbelstandpunt verwoordt, dan wordt er gezegd, nou, maar dat is niet van deze tijd, hè? Dat is wel een beetje ouderwets. Het wordt tijd dat je er eens wat anders over gaat denken. En je kunt te horen krijgen dat je discrimineert. Of dat je onbarmhartig bent jegens anderen. En als dan in een nieuwsbericht een christelijke opvatting wordt verwoord, dan voel je je lang niet altijd begrepen en recht gedaan. Met in zo'n situatie ontvangen de christenen in een brief van Petrus en wij vanmorgen dus ook. En dan heeft Petrus in het eerste gedeelte van die brief, we hebben daar eerder bij stilgestaan in deze serie preken, het gehad over de rijkdom van het christen zijn. Wat dat nou eigenlijk is. Wat nou juist dat mooie ervan is. Petrus die heeft gezegd dat je als christen dan misschien wel een vreemdeling bent. Dat woord gebruikt hij steeds opnieuw. Je bevindt je in een uitzonderingspositie. Maar je bent uitzonderlijk rijk. Rijk in Christus door het geloof. Je bent opnieuw geboren tot een levende hoop.
Want de Heer Jezus is opgestaan nadat hij voor onze zonde gestorven is, zegt Petrus. En je levenswandel die je van huis uit hebt meegekregen, en die al van generatie op generatie wordt overgedragen, die heidense levenswandel, daarvan schrijft Petrus, daar ben je nou eindelijk van verlost. Want die is zo zinloos, zo leeg. Je bent ervan vrijgekocht door het offer van de Heer Jezus. En er is nieuw leven gekomen. Leven met betekenis. Je mag leven voor het aangezicht van de Heere God. Door de Heere Jezus Christus. En dat is een leven in hoop. Op wat de toekomst je gaat brengen. Een heerlijke erfenis. Die is weggelegd voor een ieder die Christus volgt. En in hem gelooft. Maar dan gaat hij in het tweede gedeelte van zijn brief, vanaf hoofdstuk 2 vers 13, heel concreet ook aanwijzingen geven. Aanwijzingen voor deze vreemdelingen, christenen. Want hoe moet je nou christen zijn in zo'n omgeving waar je tot de uitzonderingen behoort? En waar je standpunten niet begrepen worden. Waar je jezelf in het nauw gedreven voelt. Doordat de seculiere cultuur en alles wat daarin gebruikelijk is, ja, over je heen dendert. Welke houding past daarbij? Want gemeente, daar gaat het vooral om in dit gedeelte, om een bepaalde houding. Dat je die ontwikkelt. Of eigenlijk zou ik dan zo moeten zeggen, dat de Heilige Geest je die al meer eigen maakt. Door je te verbinden aan de Heer Jezus, dat zullen we straks zien. Een houding waarin je dus vrij bent. Waarin je ook vrijuit christen durft te zijn, onbevreesd. Zodat je wel in de wereld bent, er voluit deel van uitmaakt, maar er niet van bent. Welke houding is dat? Nou, dan gaat het om die drie dingen. Ik kom nu bij die drie punten van de preek. Eerst heb ik genoemd, leef ontzaggelijk. Als christen mag je ontzaggelijk leven. Dat wil zeggen met ontzag, met respect. Of met het woord dat hier steeds wordt herhaald, onderdanig. Petrus zegt dat moet allereerst je houding zijn tegenover de overheid. Leest u even mee in uw Bijbel, hoofdstuk 2 vers 13. We begonnen daar te lezen. Onderwerp u dan omwille van de Heere, dat is Jezus Christus, aan alle menselijke orde. En dan volgt er een opsomming van allerlei soorten machthebbers. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Gehoorzaamheid aan de overheid. En zeker, dat is nooit grenzeloos. Er kunnen situaties komen waarin je God meer moet gehoorzamen dan mensen, ook als die mensen de overheid vormen. Maar dit is wel de grondregel. Ook als die overheid dus Nero heet, of D66, of VVD, of SP, of wat ook maar. Kom niet in opstand. Ondermijn het gezag van de overheid niet. Ook niet als je het er niet mee eens bent. Of dat je twijfelt aan effectiviteit van verordeningen en regelingen. We hebben dat in coronatijd meegemaakt. U wordt geroepen als christen om de grondhouding te hebben, dat hoort bij het geloof. Dat is zelfs, zegt Petrus, de wil van God, dat je de overheid gehoorzaamt. Ongetwijfeld schrijft Petrus dit omdat de overheid de dienares van God is. Gegeven om vrede en orde te handhaven, om het goede juist te loven en het kwade te bestraffen. Nou, dat is één. Maar niet alleen ten opzichte van de overheid. Wees ook onderdanig, onderwerp je ook aan het gezag van de baas op je werk. Vers 18, hoofdstuk 2. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen die meesters die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Dus zelfs directies, bestuurders, een chef, een docent.
Wie er ook maar boven je gesteld is, die verkeerd handelt. Zelfs zo iemand moet je onderdanig zijn. Niet in opstand komen, maar hem, haar erkennen in diens gezag. Eventueel onrecht ondergaan, het erbij uithouden. En ondertussen het goede doen en het goede zoeken. En dan aan het begin van hoofdstuk 3, dan trekt Petrus de kring nog wat nauwer. Kom ik bij het tekstgedeelte van vanmorgen. Nou moet dat ook gelden voor de wijze waarop je als vrouw omgaat in het huwelijk met je man. En vers 7, hoe je als man omgaat in het huwelijk met je vrouw. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, ze door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Gemeente, wat is de reden dat Paulus zich zo uitgebreid tot de vrouwen richt? Veel uitgebreider dan tot de mannen, al noemt hij die ook in vers 7. Nou, dat heeft vermoedelijk met twee dingen te maken. Allereerst was het gebruikelijk in de cultuur van die dagen dat een vrouw de godsdienst volgde van haar man. Maar dan wordt het natuurlijk spannend wanneer je als vrouw tot geloof bent gekomen, christen bent geworden. Dat levert dan natuurlijk meteen, sociaal gezien, een hele lastige situatie op. Moet je dan tegen je man zeggen dat je de goden die hij dient, dat je dat niet meer doet, dat je in opstand komt? Moet je als christenvrouw die getrouwd is met een ongelovige man dat doen? Wat moet je doen? Hoe moet je je tot hem verhouden? En dat kwam veel vaker voor, op die manier, dan andersom. Een christenman, gelovige man met een ongelovige vrouw. Dat kon ook wel gebeuren en daar gaat vers 7 over. Evenzo, mannen, woon met begrip met je vrouw samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Er kwam in die dagen, dat was vrij gebruikelijk, nogal eens huiselijk geweld voor, van de man naar de vrouw toe. En als vrouw ben je dan doorgaans de zwakkere. Fysiek. Maar hier vermaant Paulus de mannen om zo niet met hun vrouw om te gaan. Ook niet als jij christen bent geworden en zij dat eigenlijk niet van harte kan volgen. Nee, zegt Paulus, geef haar eer. Dwing het niet af. Dat ze zou zijn zoals jij bent geworden, een christen. Doe dat niet met geweld. En besef dat je samen met haar mede-erfgenaam bent van de genade van het leven. Het gaat erom dat je er samen bij gaat leven, maar niet met dwang. Geef maar het voorbeeld. Gods genade door Jezus Christus. Daar past geen geweld bij. Daar past geen dwang bij. Daar past wel bij dat je ook een ongelovige vrouw eert en met begrip met haar samenwoont. Met verstand. Er is nog een reden waarom nou juist de vrouwen hier uitgebreid worden aangesproken. Want het valt op, gemeente, dat het evangelie juist ook bij vrouwen ingang vindt in die eerste periode dat de Heilige Geest zo rijk werkt in deze wereld. Denkt u aan Lydia, de purperverkoopster, denkt u aan Dorcas. Maar in de kerkgeschiedenis vind je dat ook terug. Er waren naar verhouding ook meer christenvrouwen in de eerste tijd van de kerk dan christenmannen. En daarmee dus ook automatisch meer gemengde huwelijken van een gelovige vrouw met een ongelovige man. Dat volgt daar dan uit. In die tijd telde je als vrouw eigenlijk niet mee. En dat zorgde ervoor dat als er een meisje geboren werd in een gezin, nou ja, als er eentje was, was dat misschien oké. Als er meerdere geboren werden, dan werden die niet zelden aan hun lot overgelaten. Die werden te vondeling gelegd. Er stierven vele meisjes als baby.
En in christelijke gezinnen ging dat anders. Daar waren meisjes welkom. Maar dan waren er relatief dus meer christelijke meisjes en vrouwen dan niet-christelijke. Nou, gemeente, laat dit gedeelte dus niet het misverstand bij ons geven dat vrouwen toch eigenlijk wel wat meer vermaning nodig hebben dan mannen. Want zo ligt dat dus niet. Paulus spreekt hier de vrouwen aan, ja gewoon, of Petrus spreekt hier de vrouwen aan gewoonweg, ja, omdat zij het vaakst klem zitten. Omdat daar het grootste probleem ligt. Zowel wat de aantallen betreft als ook wat de sociale verhoudingen betreft. Maar dan vermaant Petrus deze vrouwen om hun man, als die ongelovig is, als die ongehoorzaam is aan het woord, toch onderdanig te zijn. Ze moeten zich schikken in hun situatie, in de orde die er is. Ze moeten zijn gezag en positie erkennen. En dat omwille van de Heer, omdat het zijn wil is. Maar gemeente, waarom is dat nou Gods wil? Niet alleen voor vrouwen in een gemengd huwelijk dus, maar ook voor christenmannen ten opzichte van hun vrouw. Geen dwang, geen opstand, geen geweld. Ja, gemeente, waarom is dit nou een vereiste karaktertrek ook richting de overheid en richting je baas? Want laten we eerlijk zijn, dat woordje onderdanig, het woord alleen al roept misschien wel weerstand bij u op. Dat weet toch niet zijn, onderdanig. Dat klinkt zo kruiperig. En als het dan ook nog eens op vrouwen wordt geplakt, het kan zijn, zusters, dat u toch wel een beetje protesteert van binnen. Is dit mijn rol? Nou ja, dan moeten de broeders ook protesteren. Want het mag duidelijk zijn, in Efeze 5 schrijft Paulus over zowel man als vrouw in het huwelijk: wees elkaar onderdanig. Maar waarom nou zo'n houding in al die sociale verbanden? Het gaat tegen jezelf in. Nou ja, dat klopt. Weet je, dat is nou bekering. Heiliging in de praktijk. De reden dat Petrus ons dit opdraagt gaat schuil in het eerste woordje waar hoofdstuk 3 mee begint. Het woordje evenzo. Dat sluit aan bij wat eraan vooraf gaat. En daar heeft Petrus het gehad over Christus. Christus die voor ons geleden heeft en die ons zo een voorbeeld nalaat. Hem moeten we navolgen. Juist door ontzaglijk te leven met ontzag voor anderen. Kijk, de kern van waar Petrus ons toe oproept is: zet niet jezelf voorop. Zet de ander voorop. Erken de ander in wie hij, zij voor je is. Ook als dat een gezagsrelatie betekent. En in plaats van dat je vooral opkomt voor jezelf en dat het gaat om jouw belangen, kijk eens naar Jezus. Volg hem na. Neem dezelfde houding aan als hij. Cijfer jezelf weg. Offer jezelf op. Op dat, want dat is wat Petrus er dan bij zet, op dat op die manier, met zo'n levenswandel, zo'n levensinstelling, anderen je reine levenswandel gaan opmerken. Die levenswandel die gekenmerkt wordt door de vreze des Heeren. Dat is ook ontzag. Ontzag voor Christus. Dat je hem eert en hem volgt. Want je valt op, ook in onze maatschappij. En naarmate die, zeg maar, onchristelijker wordt, seculierder wordt, zal dat alleen maar meer gaan opvallen. Je valt op wanneer je niet op je strepen staat. Wanneer je niet voortdurend aan jezelf denkt. Wanneer niet alles draait om jou. Maar dat je in plaats daarvan een houding hebt van dienstbaarheid,
van jezelf weg kunnen cijferen. Van jezelf op kunnen offeren. Daar val je mee op. En waarom? Omdat het tegen onze natuur, onze oude natuur, ingaat. Het gaat tegen de zonde in. De zonde maakt dat je steeds weer jezelf gaat zoeken. Dat het om jou gaat. Ik in het middelpunt. Maar christen zijn, zeker dus ook in die vijandige omgeving, dat is de nederigheid van de Heer Jezus weerspiegelen. Die, schrijft Petrus, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, dat is het eerste. Christelijk leven is ontzaggelijk leven. Maar dan ook met aandacht voor je binnenkant, voor je hart, want dat is het tweede, leef hartelijk. Vers 3 en 4, wordt nog meer gezegd. Tegen de getrouwde vrouwen, maar het zal u inmiddels wel duidelijk zijn, het principe wat erachter zit, dat geldt voor ons allemaal, getrouwd of ongetrouwd, man of vrouw, jong of oud. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Zoek je sieraad, schrijft Paulus, niet in het uiterlijk. Dat wil niet zeggen dat je jezelf niet goed mag verzorgen. En dat een vrouw niks met haar haar mag doen. En dat je geen mooie kleren mag aantrekken. Mag allemaal zeker wel. Zoek het daar niet in. Dat ook. Jongelui, wij leven in een tijd waarin je uiterlijk ontzettend belangrijk is. Ik denk meer dan ooit. Op Insta, op Snapchat, social media, natuurlijk alleen die foto's waar je er goed op staat. En waarvan anderen iets kunnen zien van hoe goed het leven is dat jij leidt. Wat je vaak niet doorhebt is dat je daarbij ongemerkt steeds bezig bent met de gedachte, hoe zie ik eruit? Wie ben ik? Hoe presenteer ik mezelf? Wat wil ik dat anderen van me zien? Zullen ze me liken? Met alle gevolgen die dat heeft. Als je daar steeds opnieuw mee bezig bent, daar kun je knap onzeker van worden. En je kunt het gevoel hebben dat je steeds weer ook anders moet zijn. Dat je weer andere kleren nodig hebt. Dat het misschien nog wel uitdagender moet. Vanmorgen zegt Petrus tegen jou, zo'n houding past niet bij christen zijn. Daar moet je vanaf. En dat is niet makkelijk. Moet je dan je social media accounts eraan geven? Nou ja, dat kan misschien een uiterste consequentie zijn. Maar begin er maar eens mee om erop te letten. Wat doe ik daar eigenlijk mee? En hoe laat ik mezelf zien aan de mensen om me heen? Want hoe je dat doet, dat verraadt iets van wat er in je hart leeft. Wat voor jou het belangrijkste is. En dan hebben ouderen daar met social media misschien iets minder last van. Maar wilt u dan voor uzelf eens nagaan, hoe belangrijk is het uiterlijk voor mij eigenlijk? Bent u ook veel bezig met uiterlijke dingen? Wat heeft die vandaag aan? Hoe komt zij de kerk binnen? En wat te denken van onze statussymbolen? Kunnen ook dingen zijn waar we ons sieraad in zoeken. Mooie sier mee maken. Hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel. Auto waar je in rijdt, het huis waar je in woont, de rijkdom en de luxe waarmee je je omringt. Zoekt u het daarin. Met de Gods woord waarschuwt ons vanmorgen. Maak geen mooie sier met je buitenkant. Dat past niet bij een christelijke levenswandel. Dat doet juist ook vandaag. Als je vreemdeling, steeds meer vreemdeling bent, schade aan het koninkrijk. Als dat het is wat mensen aan ons zien. Maar laat je sieraad zijn de verborgen mens van het hart. Dat is een bijzondere uitdrukking.
Dat betekent zoiets als dat wat van binnen zit, wat er in je leeft, wat in je gedachten is, wat in je hart zit. Wees daar eens mee bezig. Maar neemt u daar de tijd voor? Dat je bij jezelf afvraagt, wat drijft me nou eigenlijk? Wie ben ik en wie wil ik zijn, wie moet ik zijn? Hoe volg ik Jezus na? Daar horen zaken bij als bijbelstudie, als inkeer tot jezelf, je binnenkamer opzoeken, gebed, je verdiepen in een bijbels onderwerp, alleen of met anderen. Ja, hoe u het ook doet. Dat je je steeds weer oriënteert aan Gods woord. Want stelt u uzelf wel eens de vraag, wie ben ik voor God? Is er een tijd voor in uw leven? Bij al die duizenden prikkels die elke dag weer opnieuw op je afkomen. Bij een telefoon die voortdurend om je aandacht vraagt. In je gezin waar het zo hectisch en druk kan zijn. Vindt u nog stilte? Dat er aandacht kan zijn voor je ziel? Of jongelui moeten dan alweer muziek op je oren? En dat je zachtmoedig wordt. Zacht van gemoed, letterlijk. Dus niet hard van binnen. Niet jezelf verzetten. Maar zacht. Een stille geest. Dus niet alleen voor vrouwen, ook voor mannen. Een stille geest die niet meegaat in al die drukte. Waarin het erom gaat jezelf te profileren. Zachtmoedig. En stil, omdat je in Jezus zoveel liefde ontdekt voor jou. Liefde die het licht werpt op je eigen zondige, onwillige hart. En dat je er onder verbroken onder raakt. En daarom zacht van gemoed en stil van verwondering. Want wat is Hij dan goed? Wat is Hij dan genadig? Leef hartelijk, vanuit de kern, vanuit je hart, vanuit Gods hart. En dan gemeente tenslotte het derde. Leef ook weldadig ondertussen. Dat wil zeggen, doe het goede. Weldaden, dat zijn goede daden. Dat is ook iets wat terugkomt in dit gedeelte. Paulus die gebruikt het voorbeeld van Sara, die Abraham gehoorzaamde. Abraham en Sara, die waren ook te gast in een vreemd land, dat waren ook vreemdelingen. Te midden van een wereld die God niet kende. En Sara gehoorzaamde Abraham ook toen hij haar heel onjuist had behandeld. Die hele affaire met Hagar. En toch bleef ze hem trouw. Nou zegt Petrus, doe zoals zij. Doe het goede. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Richt je op het goede en wees niet bang. Dan ben je niet alleen een kind van vader Abraham, de vader van alle gelovigen, maar dan ben je ook een kind van moeder Sara. Zo staat het er. Niet dochters van Sara, maar kinderen van Sara. Iedereen dus ook weer. Doe het goede. Wat is het goede? Wordt in dit gedeelte niet verder uitgewerkt, maar dat veronderstelt Petrus bekend bij de lezers. En in het vervolg klinkt het ook door. Heb elkaar lief. Wees barmhartig. Vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Weerhoud je tong van het kwaad, je lippen van bedrog. Lieg niet, zoek de vrede en jaag die na. Nou gemeente, dat is het derde. Leef weldadig, met goede daden, met een goede houding die tot goede daden komen. Leef in de geest van de Heer Jezus Christus, die alleen maar goed heeft gedaan, in wie geen zonde was. Dit is het waar God u, jou en mij toe roept. Christelijk leven. Deze schoenen heeft u nodig voor een levenswandel door onze wereld heen. Ontzaggelijk, hartelijk en weldadig. En gemeente, laten we ons dan hierin bekwamen
steeds meer bekwamen. Naarmate onze omgeving steeds meer God niet kent. Laat dit uw hart, laat dit jouw houding zijn. En bid daarbij om de Geest dat die het je leert. Spoor elkaar erin aan. Wijs elkaar erop. Want gemeente, zo mag het evangelie zichtbaar worden, zelfs op plekken waar het voor een christen zo extra moeilijk is. Bijvoorbeeld in de politiek, of te midden van je onchristelijke collega's, of in je opleiding, waar ook maar. Leef, spreek, zwijg, handel naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus. Als u hem lief heeft, dan weet u toch hoe goed dat is, hoe goed hij is. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, geef ons uw Heilige Geest, dat die ons zo transformeert, ons omvormt. En dat onze levenswandel mag zijn zoals we vanmorgen vanuit uw woord hebben mogen opdiepen. In navolging van u, Heer Jezus, dat we leren ontzaggelijk te leven. Met ontzag voor u en ook voor het gezag van onze naasten. Heer, geef dat we de genade ontvangen om onrecht en leed te verdragen dat ons wordt aangedaan omwille van u. Dat we het daarbij uit kunnen houden. En Heer, wat hebben we dan nodig? Dat we ook hartelijk leven vanuit uw hart, Heer Jezus, en vanuit ons eigen hart. Geef ons de rust en de ruimte om bezig te zijn voor onszelf met de vragen van de eeuwigheid. En Heer, geef ons dan ook dat we het goede mogen doen. Geef ons oog wat dat ook in allerlei concrete situaties betekenen moet. En laat onze houding er één mogen zijn dat we het goede mogen zoeken voor onze naaste die in deze wereld is. Wij danken u voor het onderwijs dat u vanuit uw woord wilde geven vanmorgen. Gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. En zegent u ons op deze dag. Breng ons vanmiddag weer hier in uw huis als woord en ook het sacrament van de heilige doop weer aanwezig mag zijn. Geef ons dan ook met elkaar een goede dienst tot eer van u. Vergeef wat niet is geweest. In spreken en in luisteren naar uw wil. En hoor ons uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 72, het 9e en 11e vers.
dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.